Lege stadions dit seizoen, Mario Götze in de Eredivisie en 0-13 in de Kool. Ja, het Eredivisie-seizoen is nu al historisch te noemen. Maar het kan nog historischer, want we stevenen af op een waar rode kaarten en penalty-record. Het regent kaarten in de Eredivisie. De grote vraag is alleen, waar komt die trend nou toch vandaan? Laten we eerst eens kijken naar de cijfers. In elk van de 8 speelrondes tot nu toe werd minstens 1 rode kaart gegeven. En inmiddels staan we al op, jawel, 25 rode kaarten. Overigens zijn 4 daarvan inmiddels geseponeerd. Het penaltyrecord werd gevestigd in 2018-2019. Toevallig of niet, het debuutseizoen van de VAR. Toen werd er 103 keer naar de stip gewezen. Vorig seizoen leek dat record er al aan te gaan. Begin maart waren er al 91 pingels uitgedeeld, maar toen werd het Eredivisie-seizoen voortijdig afgebroken. Nu kunnen we een nieuwe poging wagen. 40 penalties, schrik niet, tijdens de eerste 8 speelrondes. 8 meer dan vorig jaar rond deze tijd. En 13 voor op het recordschema van het seizoen 2018-2019. Deze Eredivisie-cijfers staan niet op zichzelf. In de Engelse Premier League zijn ze ook 8 speelrondes onderweg en zijn er al 41 strafschoppen toegekend. 106 is daar het recordaantal per seizoen. Gevestigd in 2009-2010 en in 2016-2017. Als het in dit tempo doorgaat, hebben we eind januari al een nieuw record te pakken. Maar waar komt deze kaarten- en penaltyregen toch vandaan? We vragen het aan voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende. Ja, allereerst is het natuurlijk de VAR, die de intrede heeft gedaan een paar seizoenen geleden. Dat betekent gewoon dat daar zitten dus een aantal mensen achter de camera's en die zien de beelden van 8-9 kanten op zich afkomen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat de 2 mensen die daar dan verantwoordelijk zijn, dat zijn 4 ogen extra. Ja. Die de scheidsrechter moeten helpen en het spel moeten helpen om het zuiverder te maken. Wat ik persoonlijk zat te denken, de invloed van de nieuwe hensregel. Ja, absoluut, want daar heb je volgens mij een aantal cursussen anatomische les voor nodig. Om helemaal te begrijpen wat nou precies de bedoeling is. Ja, ja. Je moet voorlopig naar het voetballen te kijken in Nederland. En je weet al dat scheidsrechters op het veld al vaak hun eigen regels bijna interpreteren. Mm-hmm. Als je de leiding van Kuipers naast die van Nijhuis zet. Als je de leiding van Boekel naast die van Makkeli zet. Nou, dan zie je gewoon 4 verschillende typen scheidsrechters lopen. Ja. Die allemaal toch een beetje hun eigen interpretatie hebben. Nou, ik denk dat het voor de KNVB en op wereldverband voor de FIFA heel nodig is om zo uniform mogelijk die regels te laten interpreteren. Dus dat betekent dat je constant die mensen bij elkaar moet halen en precies uit moet dragen wat jij wil. Ja. Ja, en nu laat je toch een beetje te veel nog over aan de eigen interpretatie van scheidsrechters. Ja. Ja, en dan krijg je een soort Babylonische spraakverwarring. Maar dan in actie. Ja, ja, ja. In hoeverre kan het zo zijn dat lege stadions, geen supporters in de stadions, invloed heeft op dat scheidsrechters bijvoorbeeld sneller het lef hebben om een penalty te geven? Daar ben ik van overtuigd dat dat meespeelt. Ik denk dat er namelijk door het ontbreken aan publiek er toch een bepaalde druk wegvalt bij scheidsrechters. En dat er nou de alertheid of de angst, of de durf, of de impopulariteit, die je dan natuurlijk bij een straf, zeker aan thuisclub, moet durven geven, dat het absoluut een rol speelt. Ja, de intrede van de VAR, verschillende interpretaties bij hensballen en lege stadions. Allemaal redenen dus waardoor scheidsrechters sneller fluiten. Eén ding is in ieder geval zeker, mochten de scheidsrechters blijven strooien met kaarten en penalties, dan gaan er dus een paar records aan diggelen. De eindstand in de Eredivisie ziet er dan als volgt uit. We eindigen dan op 106 rode kaarten en 170 penalties. Bijzonder veel dus.